Ik ben hier geweest een keer, toen was ik 14. En toen was Jan Heuvel was nog eigenaar. Dat vond ik een ontzettend aardige man. Die heeft me ook naar huis gestuurd, want op een gegeven moment bleef ik hier natuurlijk hangen. Die heeft me keurig naar huis gestuurd. Bijzondere herinneringen zijn van hier. Als er bijvoorbeeld iemand bent wie je goede vriend was, is gestorven. Wat natuurlijk ook gebeurt. Ik bedoel, het is leven en dood. En dan met z'n allen terugkomen van de begrafenis en hier dan een drankje drinken en heel veel herinneringen ophalen. Dat is heel nostalgisch en heel, soms ook heel verdrietig. En het zijn echt wel belangrijke dingen. Ook nog vrolijke. Ja, absoluut. Oh god, ja. Ik heb hier vreselijk veel onder de krukken gelegen van het lachen, hoor. Heeft iemand weer iets vreselijks uitgehaald of iets geweldigs gezegd of noem maar op. En dan is het weer huilen van het lachen. Mijn favoriete plek in Amsterdam is Hoek Prinsengracht. Spiegelgracht bij Café Heuvel.